Welkom bij de NEC-update richting de derby van zondag 12:15. Dan moet het hier achter mij gaan gebeuren, want Vitesse is de tegenstander natuurlijk. En ja, dat betekent traditioneel getrouw altijd die laatste training voor die wedstrijd, dat er van alles gebeurt. Zo ook deze keer weer. Het gebeurde allemaal op de Eendracht. Kijk, een prachtig spandoek is er gemaakt door Legio. En dat werd daar ontvouwd. En dan de opkomst natuurlijk van de spelers. Dat onder luid applaus een rondje aan het lopen was. Een ereronde, om het zo maar eventjes te zeggen. En hier werd er ook nog eventjes gefeest alvast met de vaste kern van Legio. Vanuit daar gingen ze dan richting het stadion waar de werkelijke training werd afgewerkt. Zoals je dat kunt zien achter mij. In voorbereiding dus op die wedstrijd, op die derby. Maar eerst maar eens even, ja, zo'n training, zo'n laatste training met al die fans. Dat geeft wat extra's, of niet Bart? Ik vind het prachtig. Ja, natuurlijk het vuurwerk, de fans, de betrokkenheid van alle mensen eromheen. Alle berichten die je krijgt op social media. Is natuurlijk alleen maar leuk om te ontvangen. En voor jongens die niet weten hoe het is om de derby te spelen, is het denk ik wel duidelijk na afgelopen aankomende zaterdag. Ja, en dan de trainer Rogier Meijer. Ja, die hoeft natuurlijk voor zo'n wedstrijd de spelers toch niet extra op te peppen? Nee, zeker niet. Het zijn mooie wedstrijden. En, ik moet zeggen dat het tot nu toe vrij rustig is. Misschien komt het ook omdat het woensdag nog Twente Vitesse was. Ja, maar wij weten uiteraard welke wedstrijd er op spel staat. Maar ik zie geen andere dingen dan normaal. Dus dat is het stemmen ook tevreden, moet ik zeggen. Vorige keer ging het hier mis. Er zat veel spanning, zenuwen op. Bij de groep was toen het verhaal. Hoe is dat nu? Ja, dat zeg ik. Ik zie heel weinig andere dingen dan normaal. Dus dat stemt me tevreden. En we zijn bezig met, en dat zijn wel een paar weken om ons spel te verbeteren op het veld. Om met elkaar samen te werken. En dat merk je heel erg. En je merkt ook wel dat de groep heel graag wil. Ja, we moeten ons richten op de inhoud van de wedstrijd. En niet zeg maar de omgeving of de uitkomst van de wedstrijd. En die inhoud gaat tot nu toe goed. En daar zie ik stappen in. En daar gaan we mee verder. Ja, dan spreken we eigenlijk altijd voor de derby met Bart van Rooij. Want hij wil zo graag nog een keer die wedstrijd winnen. Die derby wil hij nog een keer winnen. Dan moet het nu maar gebeuren. Ik heb altijd gezegd dat ik heel graag nog een keer wil winnen van Vitesse. Maar niet uit of het in de Gelderdome is of hier in de Goffert. Ik wil nog een keer van Vitesse winnen. Nou, daar is hij weer die kans. Ja, dat is nog niet veranderd, nee. Dat klopt, ja. Kunnen we dan zeggen, als je hem nou niet wint, dan blijf je? Dat kan ik niet zeggen, nee. Maar we moeten gewoon alles aan doen om morgen die wedstrijd te winnen. En dat is bij iedere wedstrijd zo. Alleen, ja, ik wil gewoon wel nog heel graag een derby winnen. En het liefst in de volle Goffert om 11:15 op 1 oktober. Ja, en hoe is het dan voor de trainer? Je wordt als favoriet neergezet voor zo'n wedstrijd. Ja, heb je dan toch niet wat extra druk? Nee, ik rijd er niet anders van naar huis, moet ik eerlijk zeggen. En ik rijd ook niet anders naar de club. Nee, maar ik kan me voorstellen dat er dan wel weer meer druk gevoeld wordt. Van, oh nou... Nee, maar dat, ja, zo werkt het sowieso, vind ik, nooit in voetbal. Op papier win je nooit een wedstrijd. En wedstrijden lopen ook niet altijd zoals je voorspeld hebt. Dus ja, voor mij is er ook geen favoriet. Het is een wedstrijd op zich, dat is altijd een derby. Alleen als wij de dingen doen die we ook tegen Utrecht hebben gedaan en we ons daar blijven ontwikkelen, ja, dan hebben we gewoon een goede kans en daar moeten we ons op richten. En ja, of we dan favoriet zijn of niet, ja, dat maakt niets van uit. Ja, nou ga je daar wel met elkaar over in overleg? Jullie hebben een aantal keren gespeeld, je hebt natuurlijk ervaren spelers erbij, nou ook wat jonge spelers. Je zegt, zo'n wedstrijd is anders, jij hebt hem al een aantal keren gespeeld. Praat je dat over met andere jongens? Ja, vanochtend hadden we het erover. En volgens mij was het de laatste keer dat we gewonnen hadden bij Vitesse uit daar. En toen speelde Bram nog hier. Ja. Nou ja, dat is best een tijdje geleden. Dus we hebben wel tegen elkaar gezegd, man, het is gewoon tijd dat we weer een keer winnen. Ja. Dat we het publiek wat moois geven. En ja, we gaan het zien. Ja, één ding weten we zeker. Dat trainer Rogier Meijer Robin Roels in ieder geval op het wedstrijdformulier al heeft staan. Ja, zeker. Ik heb veel vertrouwen in hem. En ik denk wel dat het een ander... Ander gevoel is, hè. Nu je weet dat je keept, hè, dan ga je ook een beetje naartoe leven. Alleen, ik heb heel veel vertrouwen in zijn keeperskwaliteit en we zullen moeten helpen. Dit is ook wel misschien wel zo'n wedstrijd dat je misschien DOS laat staan? Ah, die kans is wel groter dan andersom, zou ik maar zeggen. En ik vind dat hij het goed gedaan heeft en ja, hij wordt ook fitter. En dat geeft ons ook wat extra's in het spel. Dus ja, daar kijk je dan naar. En uiteindelijk is die kans wel groot, ja. Ja, is ook iemand die volgens mij zich niet gek laat maken in zo'n derby.
Nee, die indruk heb ik ook. Hè. Dus ja, hij is heel erg bezig met de inhoud van het spel en met zijn spelers om zich heen. Ja, en dat hebben we ook nodig, zeg maar, in deze wedstrijd. En niet te veel bezig zijn met randzaken en wat ik al zeg, de uitkomst van de wedstrijd, maar meer met de inhoud van het spel. Ja, en daar is hij denk ik heel belangrijk in. Ja, nog even terugkomend op Bart Verhooy, die wil hem zo graag winnen. Dus ik denk, zullen we er een weddenschapje op afsluiten? Ja, zeg maar. Winnen? Poets ik je schoenen? Verliezen? Ja. Presenteer jij een keer de update? Ja, dat is goed. Dat vind ik een goed idee. En winnen je, dan ga ik je voetbalschoenen poetsen. Ja, maar ik heb wel meer dan één paar, dus dan... Moet ik een dag voor uittrekken? Dan zorg ik dat er wel een paardje vier hier ergens staat. Gaan we doen. Ja, ik hoop in ieder geval dat ik die vier paar schoenen van Bart Verhooy gewoon volgende week hier op het trapje ga poetsen. Want dat betekent dat we gewonnen hebben. Morgen om 11:15, dan is die wedstrijd hier in de Goffert. Kun je er niet bij zijn. De wedstrijd natuurlijk weer op de radio bij mijn collega's van RN7 te volgen. Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws rondom NEC? Volg mij even op X of Instagram of op TikTok. Ook leuke filmpjes daar. Staan andere filmpjes als in de update. Kijk daar eventjes bij nec.update. Wij zijn er natuurlijk volgende week weer. Graag tot dan!